Dubai Ports World, DP World, heeft 5 transportbeademingsapparaten geschonken aan het ministerie van Volksgezondheid. DP World is de grootste terminal operator in Suriname. De general operator, Merville Kotzebue-Fleur, is blij dat het bedrijf een handreiking kan doen naar de gezondheidszorg. Minister Amar Ramadin geeft aan dat COVID-besmette personen in enkele gevallen kunstmatig beademd moeten worden. Onze IC-capaciteit heeft de afgelopen periode erg onder druk gestaan en essentieel in die zorg zijn de beademingsapparaten. Minister Ramadin zegt dat de 5 beademingsapparaten een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de COVID-19-zorg.